Welkom op de Landelijke Kwaliteitsnetwerkdag van Actis. Vandaag gaan we terug naar de kern. We hebben 3 inspirerende keynote speakers en een heleboel workshops. Ik ben benieuwd wat de mensen verwachten van vandaag. Ik verwacht een grote opkomst, dat ik allemaal collega's tegenkomen, dat we heel veel leuke kennis gaan delen. En inspiratie, dat verwachten we. Waarom ben je hier vandaag? In eerste instantie om mijn collega kwaliteitsnetwerkers tegen te komen. En om eens te peilen van de ontwikkelingen waar wij mee bezig zijn, sluit het ook nou ook aan bij waar mijn collega's mee bezig zijn. Hoe kunnen we zorgen dat de professionals hun werk goed kunnen doen en hoe kunnen wij hun daarbij ondersteunen? Er is landelijk beleid op kwaliteit. Er is de publieke opinie en er is de praktijk van alle dag bij Vredevold in Leek. Hoe ga je daarmee om? Ik ben me bewust van het landelijk beleid en ik sta daar soms ook wel achter, maar niet altijd. Omdat de praktijk toch soms wat weerbarstiger is en eigenlijk vooral wat genuanceerder. Dus ik probeer eigenlijk te balanceren tussen die verschillende dingen. En ik probeer ook vooral mijn stem te laten horen vanuit die praktijk. Om weer naar bijvoorbeeld VWS toe te gaan en te laten zien en voelen waar wij tegenaan lopen. Om dat dus dichter bij elkaar te brengen. Er zijn heel veel regels, protocollen, richtlijnen. Hoe kom je dan terug bij de bedoeling van de zorg? Het gaat om die relatie tussen de bewoners, de medewerker en de naaste. En wat jou daarbij kan helpen om die relatie goed vorm te geven is prima. En dat mag best een regel, een richtlijn of een protocol zijn. Als het maar geen wet wordt en je niks anders meer doet dan dat daar staat. Wij proberen het nu om te draaien. Is veel meer te vragen, vragen te stellen die heel erg vanuit dat persoonsgerichte zorg voortkomen. En als dat het een effect heeft op de regels die weg kunnen omdat ze niet nodig zijn, dan is dat daar een gevolg van. Ben je aangesloten bij een van de kwaliteitsnetwerken en waarom? Ja, ik ben bij het regionale kwaliteitsnetwerk zijn wij aangesloten hier in Utrecht. Nou, ook vooral kennis delen, gewoon ook hoe andere organisaties het doen, leren van elkaar. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen, kun je met elkaar sparren, afstemmen. Niet denk van, wij weten alles al wel, maar dat je ook kennis haalt bij andere mensen. En je merkt ook dat buiten de kwaliteitsnetwerken om, dat je ook vaak mailtjes krijgt of dat je, ja, dat je elkaar daarin ook kunt helpen en inspiratie op kunt doen. En dat vind ik heel mooi. Het zelfportret is een vorm van verantwoording over kwaliteit. Waarin is het zelfportret anders dan andere verantwoordingsinstrumenten? Ik denk dat het grootste verschil is dat het zelfportret het hele verhaal vertelt. En niet alleen maar de lijstjes, zoals een decubitusmeting, een cliëntenvredenheidsmeting. Waarmee je met punten gaat scoren en dan zegt, nou je hebt een goed punt, dus het is in orde. Maar eigenlijk alles vertelt. Dus er staat zowel in wat we doen, wat er niet zo goed gaat, wat er wel goed gaat, wat onze krachten zijn. En ook wat onze plannen zijn. Dus het laat het hele verhaal zien. Nou, waar het voor mij heel erg om gaat, is het hele kleine verhaal waar kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg nu over gaat. Dat is het verhaal van onze bewoners. Hoe was het vandaag? Ja, leuk, energiek. Veel mensen die enthousiast waren en heel goed mee hebben gedacht. En informatie gehaald en ook gebracht. Dus dat is voor ons ook heel fijn. Ik vond het ontzettend leerzaam. Het is wel heel erg leuk om ook van anderen met name te horen hoe zij zich met kwaliteit bezighouden. En welke ontwikkelingen er zijn. En met name dat iedereen tegen dezelfde dingen aanloopt. Allemaal probeer het op je eigen manier te doen. En bevestiging van doe dat vooral. Ga vooral op je eigen manier verder. En probeer daarin een verbetering te zoeken. Heb je nog een tip? Nou, sluit je vooral aan bij dit netwerk. Ja, dit mag bijna halfjaarlijks zou ik zeggen. En zoveel mogelijk, want hier hebben we wat aan met ons allen. Hoe was vandaag? Het was een hele energieke, inspiratievolle dag. Met en voor de leden van Actis. En de kwaliteitsnetwerken die staan natuurlijk ook volgend jaar hoog in het vaandel van Actis. En we hopen ook dat iedereen gaat aansluiten bij onze volgende Landelijke Kwaliteitsnetwerkdag.